goed doen? Akuna, heb ik je er niet op? Karel Weijermars, lid van onderwatersportvereniging Galatea, werd met een smoes naar het zwembad gelokt. De bodem van het diepe moest schoongemaakt worden. Hij werd gehuldigd door de Nederlandse Onderwatersportbond vanwege bijzondere verdiensten. 20 jaar lid van Galatea, hoofdopleiding, zelfinstructeur, coördinator, begeleidt alle nieuwkomers bij de introductieduiken, initiatiefnemer bij de Almeloze Havendagen en de City Swim. En ja, hij zet zich bovenal in voor de jeugd. Haalt oud ijzer op, organiseert de jaarlijkse perenpluk en het magneetvissen. Alles voor de clubkas. Ja. Ik ben gewoon zeer vereerd met een erepenning van de NOB, Nederlands Onderwatersportbond. En ik zie dat wel eens om me heen gebeuren. En het zijn vaak indrukwekkende types die dat allemaal krijgen. En nu ik. Dus ja, het komt wel aan, het komt wel over. Dus echt hartstikke leuk. Had je enig idee wat je te wachten stond? Nou, nee, duidelijk niet. Onder water is iedereen opgetrommeld en erbij gekomen. Dus nee, dat wist ik niet. We kwamen hier voor een gewone schoonmaakactie. En ja, dat was het. Nou ja, het bad is goed schoon. Daar niks mis mee. Dus, en toen ik boven kwam en die zeiden, want we zijn klaar. Toen had ik alleen de eerste 4 meters gehad. Dus nou, ik was zeer verbaasd. Ja, dat klopt. Ga je nog lang door? Ik blijf gewoon doorgaan tot het kan, hè. Hoe lang ben je er al bij? Ik duik nu sinds ongeveer 28, 29 jaar. Dus. En bij Galatea? Bij Galatea ben ik er sinds 2001. Ja. Ja. En doe je nog meer behalve duiken? Nou, ik zit in het onderwijs. En dat combineer ik dan met het duiken. Ja. En dat blijft hartstikke leuk. Ja. Wat voor vak? Ik ben docent verpleegkunde. Ik geef zorglessen in het ROC van Twente Almelo. En binnen de opleiding dienstverlening van het Mensenmaatschappij College. Heb je hier ook nog een speciale taak bij Galatea? Nee, ik ben een van de instructeurs. En ieder doet zijn deel. En ik ben er maar 1 van de 11. Dus we hebben het goed voor elkaar wat dat betreft. Je zult natuurlijk behoorlijk wat ervaring hebben. Hoeveel duiken heb je al gemaakt? Ik zit nu op 1120. Zo. Ja, dus. Nou, dat valt mee hoor. Er zijn er wel meer de mensen die wel meer hebben dan ik. Ja. Kunnen er nog meer leden bij Galatea? Altijd plek. En we hebben verschillende opleidingen, verschillende specialisaties. We zijn nu enorm bezig met de jeugd. Het lijkt ons leuk dat de jeugdploeg weer wat aantrekt. Dat doen we middels magneetvissen. We hebben straks op de havendagen een container staan. Daar kun je een duikje maken. Dat is natuurlijk wel onder voorwaarden, want dat is natuurlijk niet zo, je gaat niet zomaar onder water. Maar verder, nou, dat soort zaken nu voor de jeugd zijn we mee bezig. Ja, en het snorkelen komt enorm op, dus dat gaan we dit jaar ook weer vormgeven. Nou, je kunt eigenlijk al vanaf 12 jaar bezig met je snorkeldiploma. En vanaf 14, 15 jaar nemen we je mee als duiker. En nu? Wat ga je nu doen? Nou, niks. We gaan koffie drinken, begrijp ik. Ja. Dankjewel. Nee, jij bedankt. Hartstikke leuk dat je er bent. Okay.